in de toekomstjournaal een wedstrijd van de B1 van Ajax op bezoek bij PSV B1. Waar Jong Ajax afgelopen maandag speelde op de hertgang, speelt de B1 op zaterdag. En die komen al snel op achterstand. Hier door een goal van Anthony van der Hurk. 40 seconden stonden er op de klok. En de bal ligt er al in. Een belangrijke wedstrijd voor de B1. Ze zijn koploper, maar Heerenveen en PSV hebben 2 wedstrijden minder gespeeld en 12 punten achterstand. Dus kunnen ze eigenlijk definitief afstand nemen van PSV. Maar PSV gaat als een trein, want keeper Nigel Bertram strapt de bal uit, die terechtkomt bij Anthony van der Hurk, aanvoerder en spits van Jong PSV op de lat. Maar in de rebound is daar links buiten Memphis Depay. En hij zorgt voor een hele snelle 2-0 voor PSV B1. Zorg ik de blik bij Robin Pronk. Maar de B1 herpakt zich enigszins. Mitchell Dijks. Op Terrel Ondaan. Die snijdt naar binnen en die wordt onderuit gehaald. Overtreding van Dennis Dengering. En een penalty voor de B1 van Ajax. Achter de bal topscorer Wazim Boui. En hij blijft cool tegenover keeper Bertrams. 2-1. En de B1 knokt zich terug. Henk Vrezer heeft wat aanwijzingen voor zijn team. Maar kort na de 2-1 is daar de 3-1 van Thomas Horsten. Wederom over keeper Maurits Smietzee. En zo verliest de B1 met 3-1 bij PSV. Dan vanuit Eindhoven naar Amsterdam, waar de Ajax A2 aantrad tegen FC Zwolle A1. De A2 speelt in de eerste divisie A onder leiding van Gerry Vink. Hier met het eerste dreigende moment van FC Zwolle, maar goed verdedigd. En de A2 kan opbouwen. Een diepe bal. Komt terecht bij Serrarens. En omspeelt keeper Oosterweggel. Maar krijgt gek genoeg geen penalty. Een duidelijke overtreding hier op spits Serrarens. De A2 staat tweede in de competitie. Gelijk aantal punten met koploper Vitesse AGOVV. Maar de Arnhemmers hebben nog 2 wedstrijden te goed. Daan Brinkman. Op Aritsja. In de korte hoek. Maar gepakt door keeper Oosterweggel. Goeie poging van Aritsja. En de A2 is dreigend. Hier weer Serrarens. Diep gestuurd. Het schot in de korte hoek. Maar gekeerd. Wederom door de keeper van FC Zwolle. Corner dan. Komt terecht bij Jody Lukoki bij de tweede paal. En hij tekent voor de 1-0 voor de A2. Goed binnengeschoten en hij gepasseerd. FC Zwolle dan. Hier met de goal. Doelpunt van Kivita. Maar scheidsrechter Van Leijen heeft wat gezien. De vraag is wat. Maar er wordt gevlacht voor buitenspel. Stond achter de bal. Opmerkelijke beslissing van keeper Van Leijen. Enige protesten. Bij Zwolle. Goeie regenbui dan in de tweede helft. Met het schot van Tim Reserveur. Strategisch. Linksback. Stuurt Serrarens weer weg. Die goed de diepte zoekt. Zijn bal komt terecht bij invaller Alon Worms. En hij passeert keeper Oosterweggel voor de tweede maal. Even wat geluk dat ze direct de tegenstander uitglijdt. Maar goed afgemaakt. En de comfortabele voorsprong voor de ploeg van Gerry Vink. Wildschut. Snijdt goed naar binnen. Legt dan af. Op invaller Van Zolingen. En zijn schot over en naast het doel
van Zwolle. Kansje dan nog voor Zwolle. Want Kefita wordt hier weggestuurd. Geen buitenspel omdat de A2 niet goed stapt. En zijn voorzet komt terecht bij invaller Ibek. Hij zorgt voor een 2-1 eindstand. De A2 wint. Dan door naar de A1 dat op dezelfde dag in actie kwam tegen Willem II RKC A1. De A1 dat derde staat in de competitie krijgt hier de eerste kans van de wedstrijd. Kans voor Ebusilio van dichtbij, maar hij tikte met links rechts naast het doel. Hier weer Ebusilio aan de bal. Legt hem af op Davy Klaassen. Maar ook hij tikt hem rechts naast het doel. Tweede kans voor de Ajax A1, de ploeg van Frank de Boer. Staat derde in de competitie op 4 punten achterstand op PSV en 3 op nummer 2 Feyenoord. Traditionele top 3 dus. Maar de Ajax A1 helaas terug te vinden op de derde plek. Vrije trap dan voor Willem II. Wordt weggekopt en in de rebound gaat die bal net naast het doel. Bijna een eigen doelpunt daar van Joel Veldman. En dan een doorgebroken speler. En die wordt gestopt door Joel Veldman. En wat doet de scheidsrechter? Het is een doorgebroken speler, maar de overtreding is niet bijster zwaar. Maar toch is daar de rode kaart voor Veldman. Hier nogmaals kijken, Mark Jansen wordt diep gestuurd. Gaat op keeper Warne Haan af. Ja. Hij houdt hem even vast. Zuur voor de ploeg van Frank de Boer. Moeten we dus met 10 man verder. En de vrije trap, nou, die gaat gelukkig nog ruim naast. Maar zo wordt het wel moeilijker voor de A1. Want hier ontsnapt Baharila van Willem II. De A1, dat nog een redelijke tweede helft speelde met 10 man, krijgt nog één kans. Het schot van Rick Schouw gaat naast. En zo blijven ze steken op 0-0.